Ze kennen alles, alles. Alles krijgen wat je wilt. En zonder communicatie, niks. Dus alles is eigenlijk rapport. Daarom wij als trainer zorgen dat wij goede rapport hebben met onze studenten, anders gaat het niet. Hier is het geheim. Als ik wil communiceren met andere mensen, waarom is dat belangrijk? Waarom is het belangrijk? Je hebt een boodschap. Maar waarom communicatie is belangrijk voor ons leven? Ja, je wilt begrepen worden. Begrepen worden, goed. Wat nog meer? Waarom communicatie is zo belangrijk voor ons allemaal? Ontwikkeling. Ontwikkeling. Ja. Dus ontwikkeling, dat klopt. En in alle velden van ons leven hebben wij mensen nodig. Altijd. In werk of thuis of op de straat of ergens of in de kerk. Overal heb je mensen. Zit je altijd met de mensen. Dus je communiceert sowieso. Dus heel goed en belangrijk om goed te communiceren. En met communiceren, met goed communiceren ken je alles, zonder communiceren ken je niks. Dan moeten wij zorgen voor elkaar goed. Iedereen weet wat de behoefte van die anderen is. Derde, wij luisteren naar elkaar goed. En vierde, wij accepteren de geen goede eigenschappen van die anderen.